Waarom is het belangrijk om waste te vermijden? Uiteindelijk heb je de aankoop gedaan van je producten. Je wilt natuurlijk als je je aankoop doet dat je kost er volledig uitgaat. Dus op die manier ga je eigenlijk gaan zoeken naar oplossingen om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk waste hebt, maar dat je wel profit haalt uit de producten die je aangekocht hebt. Een van de broodjes die we vandaag gaan voorstellen, die er zijn eigenlijk volledig toe leent, is onze focaccino van Lanterna. Het is uiteindelijk een telg van de focaccia-familie bij Lanterna. Waarom is die zo goed? Om te zorgen dat er minder waste is. Dat is een broodje met een 5,7% olijfolie van eerste persing. De extra vierge olijfolie zorgt er eigenlijk voor een vers aspect, zowel in de koeling als ambient. Het allerbelangrijkste om je waste sowieso heel klein te houden, is goed inschatten hoeveel producten je elke dag moet uithalen om te gebruiken. Stel dat je toch te weinig producten hebt, kun je die altijd nog op het moment dat je het merkt extra producten gaan uithalen uit de diepvries. Ontdooi die 15 à 20 minuutjes en dan kun je de broodjes gaan afbakken. Op die manier ga je eigenlijk je waste verminderen. Een voorbeeld ervan dat je profit kunt halen met leftovers is uiteindelijk zoals deze focaccino. Als je die over hebt van een dag ervoor, kun je die perfect gaan open doen. En dan kun je die als een pizzabaguette gaan gebruiken. Door het feit dat het product vrij veel olijfolie bevat, behoudt het zijn versheidsaspect. Dus kun je het perfect gaan hergebruiken een dag nadien als je het toch over hebt gehad. Op die manier is er eigenlijk minder kans op waste. Zodanig dat we alle producten die we hebben aangekocht en uit de diepvries hebben gehaald, dat we die terug kunnen hergebruiken tot het laatste product volledig weg is. Heb je dan toch waste, kan je natuurlijk een van de klassiekere dingen gaan gebruiken. Je kunt er croutons mee gaan maken, die je in een salade kunt gaan hergebruiken, je kunt er toastjes mee maken, je kan er bruschettas mee maken. Iets anders dat je ermee kan doen, is er broodpudding mee maken. Op die manier zorg je ook dat je waste minder is. Deze die kun je perfect te koop gaan aanbieden in je zaak of bij elke bestelling die er genomen wordt binnen de zaak een stukje meegeven. Op die manier ga je ook aan klantenbinding doen.